We juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. Met een looplied. Want ik wil uw voeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Ik heb mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Ik ben dan voor u hier. Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol van zacht. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga naar de poorten met een loflied. Deze dag. En ik zing u alle lof toe. Heb mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ja, de Goedemorgen, wat heerlijk om zo te beginnen. God van de eeuwigheid. En ik wil mijn handen opheffen naar hem, want hij komt het zo toe. Wat heerlijk om jullie te ontmoeten. Hebben jullie er zin in? De Heer te ontmoeten. De Heer groot te maken, want hij is het zo waard. Ook kijkers via de livestream, van harte welkom. Heerlijk om jullie weer te ontmoeten. En dat we samen dit mogen doen. Samen als gemeente Ab. Fijn om je te zien. Heerlijk. Fijn hè, dat we zo samen de Heer mogen dienen. Ja, we hebben allemaal wat, hè? Dat vind ik ook zo mooi. Ik heb zo genoten vorige week van de doopdienst. Degene die er waren, heeft u dat ook ervaren, die kracht, hè? Oh, wat zit daar een kracht in de doop, in de waterdoop. Robin, die getuigenis die hij had. De familie die daar zat, ik vond het zo bijzonder. Wat een krachtige dienst. Dat we dat als gemeente moeten blijven vasthouden. Want daar zit de kracht in de gemeente. God bouwt zijn kerk. Dat geloof ik nog steeds. Wij zijn zo belangrijk voor hem. De gemeente is zo nodig in deze wereld. En jullie hebben allemaal het nieuws gezien. En het doet mij heel veel pijn, heel veel verdriet. He, niet alleen dat Peter R. de Vries is overleden, maar zo ook de ramp in Duitsland, België en Limburg. Wat heftig allemaal. Dat water, die mensen, de nood, de pijn. Ik moest toch zo denken aan hoe belangrijk het is om als kerk daar te mogen staan. En ik bid ook, en dat wil ik ook straks doen samen, voor kerken in Duitsland, België, Limburg, die daar mogen gaan staan, voor die mensen die zoveel hebben verloren.
En dat ja, deed mij toch weer beseffen hoe belangrijk de gemeente is. Vorig jaar merkte ik dat zelf bij mijn ziekte. Ik denk dat Sjoukje dat merkt. Aad, je hebt ook meerdere keren mogen meemaken hoe belangrijk het is dat de gemeente biddend om je heen staat. We zijn nodig in deze wereld. We zijn een baken van troost. Mensen hebben ons nodig. Mensen hebben de Heer nodig. De gemeente. Dat we dat ons realiseren. Dat gebed, aanbidding, de naam van Jezus zo belangrijk is. Ik had er eigenlijk nog een hele mooie tekst bij. Wat ik met jullie wil lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Psalm 62, vers 6 tot 9. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van Hem blijf ik alles verwachten. Want Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. He, ook al ben je alles kwijtgeraakt. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar dan nog hoop ik dat ik de Heer mag loven en prijzen. Omdat Hij mijn burcht is. Bij God is mijn redding en eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op Hem, Ruach. Te alle tijden, opent voor Hem uw hart. Want God is onze schuilplaats. En zullen we dat aan de mensen toebidden. Als u kunt staan, mag u gaan staan. We willen ook graag de collecte die we gaan ophalen geven aan de mensen in nood nu in Limburg. Dus als u wil geven, heel graag straks na de dienst. Dank u wel, Jezus, voor de naam, de allerhoogste naam. Heer, u heeft ons hier gebracht. U bouwt uw kerk. U alleen. En ik ben zo dankbaar dat wij daar kleine stenen van mogen zijn en dat u die plaatst. Heer, op dit moment bidden wij voor de mensen die alles kwijt zijn. Maar ook de doden die er zijn te betreuren. Heer, mensen die mensen hebben verloren. Heer, bizar. Wij zitten hier droog en het lijkt of er niks gebeurt. Maar aan de andere kant van Nederland is er zoveel verdriet en zoveel pijn. En ik bid zo ook voor de kerken daar. Dat zij iets mogen betekenen voor de mensen die alles kwijt zijn. Heer, we bouwen op u, want u bent onze rots. En daar ben ik u zo dankbaar voor. Zegen deze dienst, Heer, dat ook de liederen tot zalving mogen zijn voor mensen die luisteren, kijken. Misschien mensen die nu lopen op de straat. Heer, er gaat zoveel zalving vanuit uw naam. Er is kracht in de naam van Jezus. Amen. Goedemorgen allemaal. Horen jullie mij? Ja, kijk, hij doet het. Wat fijn om jullie te zien. Wat fijn dat jullie thuis meekijken. Wat toepasselijk wat Els net zegt over onze schuilplaats. Een van de liederen is straks Onze schuilplaats is God. Dus ik vind het zo mooi. Dat gebeurt eigenlijk altijd als er een zangdienst is. Eigenlijk als er een dienst is. Alles zat op zijn plek. En we hebben dit echt niet afgesproken. Dat is gewoon God die dat allemaal doet. En ja, ik zie dat bijna iedereen al staat. Ik wil jullie ook echt uitdagen om gewoon mee te gaan zingen. En vooral echt te gaan proclameren. Zeker met het volgende nummer. I raise a hallelujah. Oftewel, midden in mijn stormen maak ik God groot. Want Hij is groter en sterker. En Hij heeft onze strijd overwonnen. En laatst had ik weer iets. En toen kreeg ik dit lied in mijn hoofd. En het maakt me zo strijdlustig en zo standvastig in mijn geloof. En dat wil ik aan jullie meegeven. Proclameer met alles wat in u zit. Elke vezel. I raise a hallelujah. Alle glorie en eer aan Hem. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna say
the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. God is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. The lust your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. Hallelujah. I raise a hallelujah.
dan de dood is, er is leven. Sterker dan het sterven. Er is liefde dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen. Is vrede ver voorbij de onrust. Er is blijdschap dieper dan de tranen. Er is sterkte zelfs in onze zwakte. Er is trouw die ons niet zal verlaten. Onze hulp en onze verwachting is in u voor eeuwen. Dus richten wij onze harten naar boven. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. En machtige rots onze schuilplaats is goed. Vreugde, groter dan ons lijden. Er is antwoord, midden in de twijfel. Overwinning, dwars door alle strijden. Onze hulp en onze verwachting is in u. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. Een machtige rots, onze schuilplaats is goed. Tot aan die dag dat u bij ons komt wonen. En alle tranen voor altijd zal drogen. Help te geloven, een machtige rots, onze schuilplaats is goed. Onze schuilplaats is goed. Bent u, Jezus, bent u. Onze hulp en onze verwachting is in u. Onze hulp en onze verwachting is in u. Onze hulp, onze verwachting is. Vertrouwen wij op de God die wij loven. Niemand die ons uit uw handen kan roven. De machtige rots, onze schuilplaats is goed. Tot aan de dag dat u bij ons komt wonen. Help te geloven, de machtige rots, onze schuilplaats is goed.
En dat is Hij. Onze schuilplaats is God. Wij mogen bij Hem schuilen. Ondanks dingen waar we misschien doorheen gaan. Dingen wat we denken zelf te kunnen. Nou, geloof me, kunnen we niet zelf. Maar we mogen bij God schuilen. We mogen daarom ook, ondanks stormen die we misschien hebben, gewoon in de rust gaan zitten nu. Op dit moment wil ik jullie ook echt uitnodigen om in die rust naar Hem toe te gaan. En jullie harten te openen, zodat God tot jullie kan spreken. Vergeet even alles wat om jullie heen gebeurt. Vergeet even alles waar jullie mee bezig zijn. Focus je op God op dit moment, want God wil echt in ieder van ons aanspreken. Want het is een persoonlijke God. Hij ziet ons allemaal, stuk voor stuk, niemand uitgezonderd. We zijn allemaal uniek en geliefd en speciaal voor Hem. Ik vind het zoiets bijzonders, want hoe doe je dat als je een gezin hebt met 5 kinderen? Maar God, wij zijn allemaal zijn kinderen en we zijn allemaal even speciaal. En daarom, kom in die rust. Laat even alles liggen waar jullie mee bezig zijn. Is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u, om bij u te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u, aan uw voeten hier is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u, om bij u te zijn, is de grootste eer. Daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn. De hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u, om bij u te zijn, is de grootste eer, daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verlang ernaar om samen te zijn.
en ik kom tot rust bij u. Vader, dank u wel dat we tot rust bij u mogen komen, Heer. Ondanks alle stormen in onze levens, Heer. Heer, net zoals de letterlijke stormen die in Duitsland, België en Limburg zijn gebeurd, Heer. Ik bid ook voor deze mensen dat zij tot rust bij u mogen komen. Want dat is de enige plek waar echte rust heerst. En dank u wel dat dat kan, Heer. En ik bid ook zo dat we echt oprecht naar die plek blijven zoeken waar rust is, waar stilte is, waar we stil mogen zijn voor u. Want u wilt tot ons spreken, maar wij zijn zo druk altijd met alle andere dingen, Heer. Ik bid echt voor stilte. Voor stilte dat we alleen uw stem zo helder kunnen verstaan, Heer. En op dit moment wil ik ook graag stil zijn. Dat God gewoon echt tot ons spreken, dat wij zijn stem mogen gaan verstaan. Want het wordt tijd dat wij zijn stem gaan verstaan. Zijn wil voor ons leven. Jezus, dank u wel, Heer, dat wij mogen weten, Heer, dat er een plek is waar wij altijd terecht kunnen. Heer, en dat is aan de voeten van het kruis, waar alles volbracht is. Heer, dat is de plek waar wij uw stem mogen horen. En mogen leren verstaan, Heer Jezus. Heer, daar is de plek, Heer, waar wij mogen ontdekken dat u alles onder controle heeft. Heer, waar wij mogen schuilen. Heer, waar wij alle antwoorden mogen vinden. Waar wij rust mogen vinden voor onze ziel. Heer, dank u wel, Heer, dat wij daar stadjes over mogen zingen. Want die plek is heel reëel, Heer Jezus. Dank u wel dat wij die plek hebben mogen vinden. Heer, en dat wij aan de mensen om ons heen mogen vertellen dat die plek bestaat. En dat u er altijd bent voor ons, met uw armen wijd open. Door alle waterschade die heeft plaatsgevonden in Duitsland en in België en in Limburg. En u leert ons in uw woord, Heer, om dat u sliep
Schorrer. Ik bid dat mensen die u misschien nog niet kennen, dat ze u mogen vinden. En ik wil ook bidden, Heer, dat daar waar grote schade is geleden, dat u ook wonderen zal doen. Dat u zult herstellen dat wat de boze misschien heeft geprobeerd te roven. En ook al zien we dat misschien nu nog niet met onze natuurlijke ogen. Maar ik bid dat er mooie dingen zullen gebeuren. En dat uw naam hierdoor verhoogd zal worden. Amen. Amen. Mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God, omgeef je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Was toen het dan zal gaan je leiden stil. Vertrouw op hem en heb je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God. Yeah.
Vader, wij danken u, we geven u de eer en de glorie. Onze rust is in u alleen. Te midden van een wereld vol stormen bent u onze stabiliteit. Bent u ons fundament. Wij danken u voor uw woord, als we dat openen. Heer, dat u spreekt persoonlijk tot ons hart, tot onze geest. U wil de gemeente versterken. Dank u voor de Ruach gemeente Wormerveer. Laat de wind waaien, de Ruach waaien, door elke broeder en zuster heen. Ook thuis, als u verbonden bent. We zijn verbonden door de Heilige Geest. Laat de wind van de geest waaien en bouw je fundament sterk. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we hier weer bij elkaar zijn. Ook thuis om Gods woord te openen en weer van Hem te ontvangen. Het is zo belangrijk dat je aan je geestelijke identiteit werkt vandaag. En dat is het thema ook waar het om gaat vandaag. Hoe kan jij functioneren in Christus? We leven in een hele emotionele wereld. Er gebeurt ook zoveel. Er werd vanmorgen genoemd, als je denkt aan Peter R. de Vries. Heel Nederland legt bloemen neer. Maar over een paar weken zijn ze het weer vergeten. Zijn de emoties weer gedempt, zijn ze weer weg. We zijn nu vol bewogenheid op wat er gebeurt in Duitsland, in België, in Limburg. En dat is erg, absoluut. Maar over een paar weken zijn het weer kwijt. We zijn een emotiemaatschappij. We worden eigenlijk gedreven door wat er gebeurt rondom ons heen. Als christen word je gedreven omdat Christus in je zit. Halleluja. We kijken zo vaak naar uiterlijke omstandigheden en laten ons leven daardoor bepalen. Maar zo belangrijk het is dat je leven laat bepalen omdat Christus in je zit en dat je laat leiden door de Heilige Geest. En niet door wat emoties, door je blijdschap of door je verdriet. Ja, dat hoef je niet te ontkennen, absoluut. Ik ben ook soms heel blij en soms ook heel verdrietig. Ik ben een mens van grote ups en downs en soms grote emoties. Maar er zit een groot gevaar in dat je laat leiden door emoties. En daarom laat je leiden door de Heilige Geest. Mensen zijn prachtig, klopt dat? Hou je van mensen? En we hebben altijd de neiging om ons een beetje te isoleren. Ik had vroeger een minderwaardigheidscomplex, dat zou je niet geloven. Maar ik heb het nog steeds. Als ik niet in Christus zou zijn. Maar Christus heeft me een meerderwaardigheidscomplex gegeven. Ik heb een Christuscomplex, u ook? Halleluja. En dat zit soms heel complex in elkaar. Ik ben nog heel lang aan het zoeken wie ik ben in Christus. En daarvoor heb ik het woord van God zo nodig. Ik groei nog steeds. Als ik denk dat ik er ben, lieve mensen, dan ben ik hoogmoedig geworden. Dus ik ben nog steeds zoekende hoe Christus gestalte in mij krijgt. En daarom, als je kijkt naar mensen, jullie gaan geloof ik straks naar naar het Museum van Humanity. Klopt dat? Ga je daarheen? Een paar van jullie? Nou, dat is leuk. Ik wou dat ik mee kon. Kijk naar het Museum van Mensen. Ik heb even daar op de site gekeken. Prachtige foto's van prachtige mensen. Maar kijk eens om je heen. Kijk eens in je huiskamer, lieve mensen, als je thuis bent en je hebt een gezin. Kijk eens naar mensen. Hoe prachtig mensen zijn. Klopt dat, lieve mensen? Maar soms zijn we zo beschadigd en kijken we met beschadigde blikken naar elkaar. En zijn we op onze tenen, onze ego's soms getrapt. Maar zo belangrijk om naar mensen te kijken met bewogenheid, met passie en met interesse. En al die culturen zijn zo mooi. Gisterenmorgen was ik op bezoek bij Iraniërs. Iraanse mensen. Gisterenmiddag had ik Chinezen op bezoek die vertaald moesten worden. Lieve mensen, je hoeft helemaal niet naar een zendingsveld te gaan. Het zendingsveld zit rondom je heen. Als je maar van mensen houdt, zo belangrijk. Houden we nog van mensen? Houden we nog van mensen? Want Jezus houdt van mensen. En zo belangrijk. Maar dan moet je weten wie je zelf bent als mens. Zelf bent als mens. En als christen kun je de wereld beïnvloeden. De hele wereld is op zoek naar identiteit. Mensen plaatsen de meest krankzinnige dingen op Facebook. Mooie plaatjes, allemaal wat ze doen. Maar dat betekent niet wie je bent. Heel veel mensen willen zich mooier voordoen als ze in werkelijkheid zijn. En daarom, ik zit niet eens op Facebook. Het interesseert me niet wat andere mensen allemaal zeggen of doen. Ik ontmoet ze liever face-to-face.
Halleluja. En ik sta geschreven in het boek van het Lam. Dat is het Facebook van Jezus Christus. Geweldig. Dat vind ik veel belangrijker. En ik heb niks tegen Facebook, begrijp me goed. Maar voor je het weet, laat je leiden door Facebook. Ik laat me leiden door het boek, het woord van God. Om het aangezicht, het feest van God te zien. Nou, laten we eens kijken naar het thema. Vandaag gaat het over identiteit. Om in Christus te zijn. En de jongeren zijn tegenwoordig wanhopig op zoek naar identiteit. Als je kijkt wat er allemaal gebeurt in onze maatschappij. Wij vinden het met z'n allen goed, want we hebben een krankzinnige regering die toestaat dat dit land zo laag gestraft wordt. En daarom zijn er de meest gekke dingen hier in dit land aan de gang. Als we kijken naar ons land, dat wij het met z'n allen goed vinden dat 13-jarigen al kunnen beslissen wat voor gender ze mogen worden. Dat is krankzinnig, lieve mensen. Onze regering is gek. Laten we dat even... Natuurlijk moeten we voor onze regering bidden. Waarom? Omdat ze gewoon niet verstandig zijn. Ze geven 13-jarigen de mogelijkheid om te kiezen voor de rest van de leven of een jongetje of een meisje te zijn. Nou, dat is toch helemaal niet moeilijk. Kijk gewoon in de spiegel in de badkamer, dan weet je wie je bent. Is dat zo? En dan gaan we de kans geven aan kinderen op zo'n leeftijd om te besluiten wie ze zijn voor de rest van de toekomst. Terwijl we niet... ze niet geloofwaardig achten, want ze mogen nog niet stemmen. Dat mogen ze pas als 18 zijn, want dan zijn ze nog niet capabel onder die leeftijd. Ze mogen ook niet auto rijden, pas als ze 18 zijn. Hoe tweeslachtig denken beïnvloedt onze identiteit. En als je daarover nadenkt, is zo belangrijk dat je identiteit uit het woord van God haalt. Onze persoonlijkheid, onze identiteit is gebouwd op 5 zuilen. De eerste is je sociale achtergrond, waar je vandaan komt. Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Maar bij het Koninkrijk van God word je gewoon 100.000 miljoen bitcoins. Halleluja. Je wordt gewoon 100.000 miljoen Christuscoins. De sociale achtergrond, maar je hebt het wel meegenomen. De tweede is je normen, je waarden. Wat je meekrijgt vanuit huis, school, het zit allemaal in je vanuit je omgeving. De derde is je persoonlijkheid, je karakter, je ontwikkeling, school, werk. Alles wat je hebt meegemaakt in je leven. U heeft het wel meegemaakt. Wat een persoonlijkheid bent u. Geweldig. Want hoe ouder je wordt, hoe meer persoonlijkheid je krijgt. Al die levenservaringen hebben we nodig. Halleluja. Fantastisch is dat. We groeien steeds meer. De vierde is je materiële zekerheid. Je zal maar als alleengaande moeder de touwtjes aan elkaar moeten knopen. En iemand die gewoon in een rijke luisgezin is opgegroeid en genoeg geld heeft. Dat zijn werelden van verschil die je persoonlijkheid beïnvloeden. Kunt u dat begrijpen? Het laatste is je lichaam. Hoe zie ik eruit? Wat is mijn verschijning? En daar doen we allemaal ons best voor om dat zo mooi mogelijk weer eruit te laten zien. Zeg even tegen je buurman of je buurvrouw, je ziet er weer mooi uit vandaag. Je ziet er weer mooi uit vandaag. Dat willen we allemaal graag horen, toch? Ja, want we zijn allemaal mooie mensen. Kom op, wie bepaalt nou of jij mooi bent of niet? Dat heeft God allang voor jou bepaald. Jij bent de mooiste man, de mooiste vrouw van de wereld. Laat dat niet afnemen van... Satan probeert je altijd aan je identiteit te knabbelen. Je uiterlijk, je bent niet goed genoeg. Armoede in je leven te geven. Te zeggen dat je niet goed genoeg bent. Hij probeert altijd die identiteit deuken te geven. Maar daarom is het zo belangrijk dat we daar boven alles uit kunnen stijgen. En we gaan vandaag kijken naar Gods identiteit in jou. En die is zo kostbaar. Je identiteit wordt continu, staat het onder druk om gestolen te worden. Heeft u wel eens van die mails gekregen thuis dat je ergens je banknummer moet invullen, je naam en adres? Niet doen, hè? Pas op, want voor het weet stelen ze je identiteit. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik gebeld werd door de creditcardmaatschappij. Ik was op vakantie geweest ergens in het buitenland en ik moest mijn paspoort afgeven. En mijn creditkaart, en dat hadden ze achteraf stiekem gekopieerd. En wat hebben ze ermee gedaan? Ik werd gebeld door de creditmaatschappij en die zegt, bent u op dit moment in Costa Rica? Nee hoor, ik ben in Alphen aan den Rijn. Oh, u geeft op dit moment duizenden dollars uit. Ik zei, nou, dat ben ik niet. Toen hebben ze dat gelijk geblokkeerd. Ik hoefde gelukkig niks te betalen. Dus wat een zegen is dat. Geweldig. Maar zo zijn ze erop uit om uw identiteit te stelen.
En zo is de duivel erop uit om jouw geestelijke identiteit te stelen, zodat christenen niet meer weten wie ze zijn, in een depressie geraken, niet meer beseffen dat God bij hen is. Ze kijken naar de omstandigheden en ze vragen zich af waarom overkomt me dit allemaal? Maar dan is het zo belangrijk dat je terugvalt op je geestelijke identiteit in Christus. Nou, laten we vandaag eens kijken in Gods fotoalbum, hoe die naar jou kijkt, hoe belangrijk het is om in Christus te zijn. Ik heb een aantal teksten, die laten we denk ik ook op de beamer zien. Ook voor de mensen thuis. Heel belangrijk, ik laat het woord van God spreken, want anders is het mijn preek, maar het moet het woord van God zijn. Want voor je het weet, ben je identiteit die God je gegeven heeft, je geestelijke identiteit, ben je kwijt. En hoe kan je dat merken? Je voelt niks meer. Je voelt Gods tegenwoordigheid niet meer. Je denkt, ik ben niet goed genoeg. Mijn zonden zijn niet vergeven. Je denkt, het is voor vroeger. Het is allemaal niet meer voor vandaag. Je struikelt toch telkens weer. Je denkt, van, het lukt allemaal niet. Of sommigen denken, ik kan het allemaal zelf wel zonder God. De Heilige Geest, ach, dat is ook voor vroeger. Het is voor een ander, enzovoorts. De duivel stuurt een paar demonen op je af die je oor schreeuwen en je wakker houden, je ziek maken, je kwellen, enzovoorts. Voor je het weet, denk je van, waar is mijn geestelijke identiteit? Laten we samen lezen Efeze 6, vers 10. En er staat in de NBV, geweldig, Paulus is continu bezig om de identiteit van geloven te bevestigen. Hij zegt in vers 10, ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Zoek je kracht, zoek je vermogen, zoek je wijsheid, zoek alles wat je kan doen in de Heer. En hoe vaak zoeken we onze kracht ergens anders? We gaan te raden bij mensen. We gaan te raden, we lezen in boekjes, we vragen het aan deskundigen. Als je kijkt op het nieuws tegenwoordig, heb je overal deskundigen voor. Je hebt watersnooddeskundigen, Peter R. de Vries deskundigen. Zodra er wat ernstigs is in het land, heb je een deskundige. Je hebt coronadeskundigen. U bent de deskundige van God. Halleluja. Als je Gods woord in je hebt, dan ben je een deskundige van God. En die is zo nodig, want jouw wijsheid moet gehoord en gezien worden. In deze komende week gaat God mensen op jouw pad sturen. Want jij bent van betekenis. We moeten verwachten elke dag opnieuw dat we gebruikt gaan worden door God. Halleluja. We komen hier niet gewoon om bezig gehouden te worden. We komen om getraind te worden. Om gemobiliseerd te worden. Om in deze tijd te leven. Om het verschil uit te maken. En daarom, je kan het niet in eigen kracht. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Want als ik kijk naar mijn afkomst, had ik het niet gekund. Als ik kijk naar mijn verleden, had ik het niet gekund. Maar God heeft me een nieuwe identiteit gegeven. Zitten hier nog een paar mensen thuis en in de zaal met een nieuwe identiteit? Halleluja. Identiteit. Schrijf dat met een lange ei of een korte ei. Hangt er vanaf of je er vandaag gebruik wil maken. Zo belangrijk dat je goed nadenkt en luistert. Ten slotte zoek je kracht in de Heer. En er staat erachter in de kracht van zijn macht. Die kleine zinnetjes, die kleine clusters van woorden zijn van betekenis, belangrijk, in de Heer. Wat houdt dat in? Wat houdt dat in voor geestelijke oorlogsvoering? In de Heer. Ben je in de Heer of ben je uit de Heer? Zit de Heer in jou of ben je het helemaal kwijt? En daarom is het zo belangrijk. Sommige mensen zijn zichzelf kwijt. Ah, dat is niet zo erg als je de Heer maar niet kwijt bent. Halleluja. Want als hij die in je is, is meerder dan degene die in de wereld is. De Heer Jezus, die heb je zo hard nodig. En de uitdrukking, de kracht in de Heer, de uitdrukking in de Heer, die vind je zeker 100 keer in de Bijbel. Ik heb het even opgezocht. In de Heer is zo belangrijk. In Christus. Als je kijkt naar 2 Korinthe 5 vers 17... Als iemand in Christus is, is er iemand vandaag? Steek je hand op als jij iemand bent. Ook thuis, steek even je hand op als je iemand bent. Ja, je bent ook iemand, geweldig. Als iemand in Christus, dat is een hele andere dimensie. Dat is je goddelijke dimensie. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dat is een feit, dat is een fact, dat is een waarheid. En zoveel mensen twijfelen eraan dat ze een nieuwe schepping zijn. Ze leven nog met de oude bullshit van vroeger. Maar je bent een nieuwe schepping. En daarom zegt Paulus nog een keer over die identiteit. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Zeg even alles. Alles. Ik word helemaal enthousiast. Alles. Alles. Alles.
alles. Alles is nieuw geworden. En er staat er iets heel belangrijks, een heel klein zinnetje achter. En dit alles is uit God. Je kan het niet verdienen. Je kan er niet aan werken. Jij hoeft er niks aan te doen. Dit alles is uit God. Staat het er of staat het er niet? Jouw identiteit is uit God. En als we daarin gaan geloven, als we dat gaan beseffen, worden we werkelijk andere, nieuwe mensen. Wij zijn geen losers, we zijn meer dan overwinnaars met Christus. En de Satan probeert ons altijd van alles wijs te maken. Hij probeert je identiteit te stelen, op jouw kosten te leven. Niet alleen je creditkaart te roven, maar je geestelijke krediet weg te nemen bij God. En daarom is het zo belangrijk dat je weet wie je bent in Christus. En zo mooi, je kan het niet verdienen. Dat zat vroeger in het katholicisme. Als ik maar genoeg weesgegroetjes bid. Als ik maar weet ik veel wat doe. Lieve mensen, het is niet wat je doet, maar wie je bent maakt het verschil. Halleluja. En pas als je een nieuwe schepping bent, kan je ook de nieuwe dingen doen. Geleid door de Heilige Geest die God heeft voorbereid. Nou, wat betekent het om in Christus te zijn? Ik heb een paar dingen die je geestelijke identiteit kunnen, mogen en zullen bevestigen. Het eerste is dat je in Christus bent. Laten we eens even kijken wat de Bijbel daarover zegt in Romeinen 6 vers 3. Hoe kan je weten dat je in Christus bent? Ik vind het zo mooi. Paulus gebruikt telkens de uitspraak of weet u niet. Dat gebruikt hij in de Romeinen een heel aantal keren. Ik geloof wel 10, 12 keer. Of weet u niet. Klaarblijkelijk kun je het vergeten. Klaarblijkelijk kun je er niet aan denken. Klaarblijkelijk ben je het kwijt. Dus hij zegt, of weet u niet. Wat weet ik niet, Paulus? Vers 3 van hoofdstuk 6. Of weet u niet dat wij allen, geweldig, dat zijn wij als gemeente Ruach Wormerveer. Bent u zo blij dat u gemeente bent? We dragen elkaar. Fantastisch. Je gaat niet alleen, je hebt ook een gezamenlijke identiteit. Wij allen, staat er. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wie is er verleden week hier gedoopt? Mag ik uw hand zien? Daar achteraan. Geweldig. En nog een paar thuis. Ook fantastisch. Ben je gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Is je oude leven begraven? En ben je met hem opgestaan? Fantastisch. Je bent met Christus gestorven. Er staat daar in zijn dood gedoopt zijn. Vanmorgen kijken we naar een paar facetten van de dood van Jezus. Was er verleden week hier avondmaal? Of de week daarvoor? Oké, nou maakt niet uit wanneer het is. Heel vaak wordt er altijd gezegd, gedenk mijn dood. Klopt dat? Als het brood gebroken wordt, gedenk mijn dood. Ik snapte er vroeger niks van. Ik denk, waarom moet ik nou niet dooddenken? Ik denk liever aan uw opstanding, dat is veel krachtiger. Ik denk liever aan uw hemelvaart, dat u daar regeert. Ik ben er op zoek gegaan naar Gods woord. En hier staat het antwoord. Telkens komt het woordje dood van Jezus. De dood van Jezus is zo belangrijk. Dat geeft jouw identiteit. En dat moet je tegen de Satan zeggen. Als je het niet weet. Jezus is dood. Voor mij gestorven. En daarom mag ik leven. Want hier staat dus letterlijk. Romeinen 6 vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn. In zijn dood gedoopt zijn. Dus als je ondergedompeld wordt. Word je in het sterven van Christus ondergedompeld. Wat betekent dat? Voor jouw identiteit. Let op, we gaan naar Hebreeën 2 vers 14. Hij geeft je een machtige overwinning daardoor. Want daar staat, Hebreeën 2 vers 14, omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, God de Vader, eveneens daaraan deel gehad om door de dood heen, de dood van Christus, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. Hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, staat hier in mijn vertaling. Teniet te doen. En dan een fantastische uitdrukking. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Zoveel mensen zitten heel hun leven in angst
voor de dood. Voor de dood, slavernij. En dat is precies wat de Satan wil. Maar daarom is Jezus gestorven voor jou, voor mij. Om die dood te doorbreken, de macht van de dood te doorbreken. Eerst had Satan de macht over de dood, maar door de dood van Jezus heeft hij iedereen verlost die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dat is het eerste punt wat jouw geestelijke identiteit geeft. De dood van Jezus. Elke keer als je het avondmaal neemt, denk aan de dood van Jezus. Wat een geweldige sacramenten. Doop en avondmaal. Dat zijn heilige handelingen die iets visueels zichtbaar maken wat er van binnen in jou gebeurt. Als je tot bekering komt, ja, dan kan niemand zien of merken, maar je geeft het gestalte door de doop, door onderdompeling. Dat je met Christus gestorven, begraven bent en ook weer met hem mag opstaan. Het avondmaal, wat een geweldige, prachtig symbool van identiteit. Zelfs een klein kind begrijpt, wat je eet, komt binnen in je. Als jij Christus eet en drinkt, komt zijn lichaam, zijn bloed, zijn DNA binnen in je. Beseffen dat nog, lieve mensen, hoe belangrijk het avondmaal is. Het is een identiteitsmaal. Zo belangrijk is het. Dus het eerste punt is, als je in Christus bent, dan betekent het ook dat je in de dood bent en daarmee in de overwinning die Christus behaald heeft of Satan. Want zijn macht, halleluja, is die kwijt. Bent u blij dat dat Satan overwonnen is? Heel vaak geven we hem te veel eer. Heel vaak praten we zo van, oh, de Satan heeft dit, de Satan heeft dat. Hij is een overwonnen vijand. Hij is een leugenaar vanaf het begin. Dat is wat Jezus zegt. En de Heer heeft hem overwonnen. Hoe komt dat dan nog dat ik soms ziekte meemaak, ellende meemaak? Ja, dat maak ik ook mee. In problemen kom. We leven in een gebroken wereld. Maar juist, we laten ons niet leiden door omstandigheden. We laten ons leiden door de Heilige Geest. Want zelfs in jouw gebrokenheid, in je kapotte situatie, kan God jou gebruiken. Denk maar aan Paulus en Silas. Hoe zij zo hun best gedaan hadden om een meisje te bevrijden. En als dank werden ze opgesloten in de gevangenis, gegeeseld. En wat deden ze daar? Satan kon niet aan hun identiteit komen. Ze gingen rustig God loven en prijzen en de hele gevangenis donderde in elkaar. Fantastisch. En dat is wat er gebeurt. Laat je niet je identiteit roven door wat er gebeurt in je leven. En misschien denk je, wat de omstandigheden zit ik nou, Heer? Waar ben ik in verzeild geraakt? Dan wordt het tijd dat u wakker wordt. Geestelijk ontwaakt in uw identiteit. En ga beseffen wie je bent in Christus. Sommige mensen hebben geleerd om te proclameren, gaan iets zeggen. Ja, dat is allemaal fijn. Als het jou helpt, vind ik het prima. Maar het is veel belangrijk om Gods woord te lezen, het te overdenken en dat te geloven. Want dan kan je eruit leven. Sommige mensen praten het alleen maar na. En het is niet in hun hart. Lieve mensen, het is zo belangrijk dat je, als je het woord hoort, halleluja, dan kan er geloof komen en ga je beseffen dat je een nieuwe schepping bent. We hebben het net gelezen in Christus. Ik kan er heel veel meer over zeggen, maar het is het kruis, het bloed van onze Heer. Dat is de grootste bedreiging voor Satan. En te vaak hebben we een gevoelsevangelie gecreëerd, dat we moeten de atmosfeer voelen en we moeten dit voelen. Ik voel soms helemaal niks. Net moest ik een woord spreken. Ik voelde er niet veel bij. Maar de Heer zei gewoon dat ik het moet doen. En dan ga ik daar staan en dan doe ik het en ik onderwerp me altijd aan de leiding van de gemeente. Als het mis is, als het fout is, mag je me corrigeren. In nederigheid moeten we elkaar dienen. Klopt dat, lieve mensen? Dus maar als we, en voor het weet gaan we elkaar te veel eer geven. Geef mij geen eer, geef God de eer. Want als je een woord krijgt, is het niet, dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. We moeten ons er allemaal meer naar uitstrekken. Klopt dat, lieve mensen? Opnieuw in je geestelijke identiteit staan. Dat Christus in je is. Het tweede punt van in Christus zijn betekent dat we in de naam van Christus zijn. Hou je van de naam van Jezus? Buiten hoor je niets anders als GVD, Jezus Christus nog aan toe. Al die vloeken, altijd. Sommige mensen zeggen, oh, dat mag niet, dat mag niet. Ik zeg altijd, oh, ben je ook een gelovige?
Geloof je ook in Jezus? Hoezo? Ik hoor je de naam van Jezus gebruiken, misbruiken. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom zeg je niet Boeddha nog aan toe? Of Mohammed nog aan toe? En dan laat ik ze nadenken. En dan zeg je, ja, eigenlijk raar. Waarom doen we dat niet? Ik zeg, omdat er kracht zit in de naam van Jezus. Halleluja. Dat is punt 2. Punt 2 is, we zijn in Jezus' machtige naam. En dat geeft je identiteit. Halleluja. De wonderbare naam van Jezus. Hou je van de naam van Jezus? Er is kracht in de naam van Jezus. Filippenzen 2, vers 8. En in de gedaante als een mens bevonden, dat was Jezus, heeft hij zichzelf vernederd. Hij kwam uit de hemel, ging naar de aarde, is gehoorzaam geworden tot de dood. Aha, alweer tot de dood. Ga beseffen hoe belangrijk de dood van Christus is voor jou. Ja, tot de kruisdood, staat er, vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en op de aarde en zelfs die onder de aarde zijn, elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Wat een geweldig vers. Haha, wat een superlatieve. Hoe vaak wordt de naam van Jezus genoemd? Een paar keer. De wonderbare naam van Jezus. Elke knie zal buigen. Ook van de Satan. Ook van de demonen in de hel. Lieve mensen, laat je niks wijsmaken. Jouw geestelijke power. Jouw geestelijke identiteit. Is zo krachtig. Elke knie zal buigen voor de naam van Jezus. En die naam zit in je. En we beseffen het vaak niet. Doe me denken aan... Een aantal jaren geleden liep ik met mijn vrouw langs het strand. Doe je dat ook wel eens, mannen? Een leuke strandwandeling maken met je vrouw. Geweldig. Wij liepen zo langs het water. En mijn vrouw is enorm bang van honden. Ze is niet bang voor demonen. Niet bang voor criminelen. Daar gaat ze heel veel mee om. Vertelt ze altijd de evangelie. Maar ze is wel bang voor hondjes. En er kwam zo'n groot kalf uit de verte rennen. Zonder lijn. En ze zag hem aankomen. En die hond die kan ruiken, denk ik, dat je bang bent. Dus zeker een paar honderd meter. En dat was echt zo'n hond. Het was niet een kleintje. En zelfs ik werd bang. En we stonden daar bij de... En we wisten niet waar we heen moesten. Weglopen kon niet meer. En ik denk, wat moet ik doen? Ah, ik heb geestelijke identiteit. Hij stond vlakbij me zo. Hij kwam op me af met schuim op zijn bek. Ik zeg, in de naam van Jezus. En die hond die zakte zo. Zijn vier poten wijd. En zijn baas liep er achteraan. En die zegt, wat doet u met mijn hond? Wat doet u met mijn hond? Ik zeg, ik doe helemaal niks. Ik noem de naam van Jezus, want hij moet van mijn vrouw afblijven. Lieve mensen, zelfs honden zijn bang voor de naam van Jezus. Sinds die tijd is mijn vrouw ook veel minder bang voor honden. Want ze weten hoe het nou werkt. Maar je moet het in de praktijk brengen. Kom op mensen. We laten ons intimideren, bang maken. Het is misschien een klein praktisch voorbeeld. Maar we hebben de naam van Jezus, gezag, gekregen. En we gebruiken het dikwijls niet. En dat is zo jammer. Zo belangrijk om de naam van Jezus te gebruiken. Denk even. Onze Vader gebed. Uw naam worden... Er is kracht in de naam van Jezus. Daar kan ik een hele ochtend over praten. Maar het is een deel van uw geestelijke identiteit. En hoe begon het? De gedaante als een mens. Tot de kruisdood. Ah, hij moest sterven. Zodat jij de naam van Jezus kan en mag gebruiken. Halleluja. Gebruik hem. Er is kracht in de naam van Jezus. Ziektemachten moeten wijken voor de naam van Jezus. Gelukkig gaat het weer goed met me. Ik had ook een beetje corona. Verleden keer kon ik niet komen. Maar de Heer heeft me weer helemaal hersteld. Geweldig. Ik ben dankbaar. De gemeente heeft voor me gebeden. Andere mensen hebben voor me gebeden. En ik had nog longontsteking. Dus ik moest ook nog even een paar medicijntjes innemen. Ik ben zo blij voor de medische wetenschap. U ook? Amen. Geweldig. We hebben een broeder in de gemeente. Die was er veel erger aan toe. Die kwam in coma. Was nog, ik denk, een jaar of 50. Maar had ook een nierprobleem. En hij zou eigenlijk een nieuwe nier moeten hebben. Hij had er al een gekregen. En hij raakte in het ziekenhuis. En ze moesten hem in coma brengen. En het was zo erg. Weken lag hij in coma. Dat uiteindelijk, ik geloof na 5-6 weken... toen hebben ze zijn vrouw gevraagd... samen met Marcia, mijn vrouw, naar het ziekenhuis te komen. Want ze zeiden, we moeten de stekker eruit gaan trekken. Zijn longen zijn helemaal kapot. Er is geen hoop meer voor uw man. En toen zeiden ze... Ja, zijn vrouw zei van, ja, maar u kijkt naar hem als patiënt.
Maar ik kijk naar hem als mijn man en vader van 5 kinderen. Ik laat hem zomaar niet de stekker eruit trekken. U gaat niet over leven en dood. We hebben nog een kerk die bidt in de naam van Jezus. En de dokter raakte ervan onder de indruk. En mijn vrouw ook zei, nee, de stekker gaat er niet uit. Nou, het duurde nog 4 weken. Totaal 10 weken heeft hij in coma gelegen. Totdat hij wakker werd. En lieve mensen, heel geleidelijk aan de revalidatie. En gisteren mochten we hem even opzoeken. Hij komt uit Iran, samen met zijn vrouw. Gelukkig goed Nederlands sprekend. En hij zat weer thuis. Wat een wonder. We hebben de Heer geloofd en geprezen. De naam van Jezus. Er is kracht. En soms is de hele lange strijd. 10 weken coma. Doktoren geven het soms op. Maar de naam van de Heer is altijd krachtiger. Halleluja. De gemeente heeft gebeden. Mensen hebben gebeden. Hou niet op te bidden. Ook al duurt het 10 weken. En zeggen de dokters van er is geen hoop meer. Bij de Heer is altijd hoop. We hebben een krachtig woord. De naam van de Heer. Laat je niet intimideren door de bozen. Het derde punt is in Christus zijn. Betekent ook dat we in zijn opstanding zijn. Halleluja. Denk even aan de doopdienst. Gelukkig kwamen de mensen allemaal weer boven. Was u blij dat u weer boven kwam, boven water? Ja, want je staat ook op met Christus. Geweldig. En dat is Colossenzen 2 vers 13. Hij heeft u, mijn lieve broeder, daarachteraan. Wat fijn. Zijn er nog meer mensen gedoopt hier, de onderdompeling? En thuis? Als je nog niet gedoopt bent, laat je dopen. Geef je gelijk op voor de volgende doopdienst. Want dat is zo powerful, de doop. Halleluja. Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Door u al uw overtredingen te vergeven. U wordt levend gemaakt. Halleluja. Je zonden zijn je vergeven. Er zijn weg, gewist, schoon, fantastisch. Geweldig. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Zodat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij een nieuw leven zouden kunnen wandelen. Geweldig. We hebben een nieuw leven gekregen. Ben je blij met je nieuwe leven? Wees er zuinig mee. Ben je blij met je nieuwe leven? Wees er zuinig mee. Gebruik het. Gebruik het telkens opnieuw. Want in Christus zijn betekent door de dood van Jezus dat je mag opstaan met hem. En dat is een geweldig voorrecht. Dat is een power, dat is een kracht. Dat is opstandingskracht. Lieve mensen, opstandingskracht betekent dat dezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte ook in jou zit. En we gebruiken hem niet. We zijn het vergeten. We beseffen het niet. En daarom zegt Paulus, weet u niet. Weet u niet. We leven op ons gevoel. We kijken naar wat er in de wereld gebeurt. We laten ons intimideren. En dan zegt Paulus, weet u niet dat diezelfde opstandingskracht die in Christus was ook in jou is. Halleluja. Jij bent geroepen om in Gods koninkrijk te functioneren. Die broeder daar, even kijken met dat grijze t-shirt, die naast Aad zit. Ja, je hebt een roeping, man. Laat je niet intimideren. Je hebt genoeg missers gemaakt, maar sta in de kracht van de God. Sta in je nieuwe identiteit. Kijk niet terug. Maar laat de roeping die Christus voor jou heeft, handen en voeten krijgen. Begin met de kleine dingen te doen die God je op je weg brengt. En wat hij vraagt is niet moeilijk. Heiligmaking. Je bent zo'n mooie man. Je bent zo'n prachtige man. En sommige mensen hebben tegen je gezegd dat je een mislukking was. Nee, je bent een geweldige lukkert. Halleluja. Want je bent hier vanmorgen. En Jezus heeft je identiteit gegeven. Ga erin staan. Laat je niet intimideren. Zo belangrijk dat je in Christus bent. Hier, deze verse. Je zou het op moeten schrijven thuis en lezen opnieuw. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood, die is een vergelijking. Paulus trekt een vergelijking. Net zoals Jezus uit de dood is opgewekt voor de glorie van de Vader, zo ook wij mogen leven tot de glorie van de Vader. Halleluja. Alles wat we doen is voor de glorie van de Vader. En ook alles wat we laten is voor de glorie van de Vader. Punt 4. Voor je geestelijke identiteit in Christus zijn betekent ook dat je met Christus nu al in de hemel opereert.
Je ziet tegenwoordig al die multimiljonairs naar de hemel reizen. Betalen kapitalen voor hun privévluchtje. Lieve mensen, ik ben elke ochtend in de hemel. Ik hoef er niks te betalen. Jezus heeft het betaald. Ik maak elke dag een luchtreis. Geweldig. Ik heb een geestelijk ruimtevaartuig en dat heet gebed. Dan mag ik in de troonzaal van de Vader zijn. En dan mag ik daar opereren. Dat is mijn nieuwe identiteit. Daar leef ik uit. U ook? Weet u, we kijken met ontzag naar die paar rijkaards die zo ver kunnen reizen. En ze moeten allemaal weer terug ook nog. Maar ik zit in de troonzaal met de Vader. U ook? En dat is wat gebed is. Heel vaak gaan we bidden en met een verlanglijstje. Dit moet gebeuren en dat en dit probleem hier. De Heer zegt, welkom in mijn troonzaal. Ga even lekker zitten, wil je een kop koffie? Hij wil dat je op je gemak voelt, even chillen met de Heer. En dat is wat ik 's morgens doe. Doet u dat ook? Soms ga ik even wandelen, even lopen, relax. Want heel vaak denken we door, als ik maar 10 keer dit doe of 5 keer dat. Of als ik, lieve mensen, je kan het niet verdienen. God wil gemeenschap hebben met jou. Relatie. Relax. Ontspan. En dat is zo belangrijk. Wat fijn, lieve zuster. Met dat mooie grijze haar. Grijs maar wijs. Fantastisch. Ik ben zo blij dat u in de gemeente... Wat een sterke pilaar. Wat fijn voor al die pilaren in de gemeente. Weet u, soms denk je van ik word niet gezien. Maar waarom kom ik nog? U bent heel belangrijk hier. Want... Dat zijn die pilaren. Pilaren zijn altijd onzichtbaar. Het barst hier van de pilaren. Je ziet ze alleen niet. Dat klopt, ze dragen het gebouw. Weet u, ik ben zo blij voor die oudere senioren die de gemeente dragen. U bent belangrijk, want u draagt de bediening van dit gebouw. En daarom, als u in de troonzaal bent 's morgens, geweldig. Krijg weer woorden van de Heer, gebeden van de Heer. Efeze 2 vers 6. We zijn toch opgewekte mensen? We zijn eerst dood geweest. We zijn opgewekte mensen. Hij heeft ons met hem opgewekt. Efeze 2 vers 6. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Alweer in die identiteit van Christus die in jou is. Waarom? Vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen, dat is ook nu, vandaag, morgen, volgende week, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedheid over ons in Christus Jezus. Oh, dank u Heer voor uw goedheid. Dank u voor uw goedheid over de gemeente, over elke broeder en zuster. Ook voor de mensen thuis die kijken, luisteren, deel zijn van de gemeente. Heer, we geloven voor een nieuw tijdperk van revival. Een nieuwe tijd van opwekking, waarin we onze geestelijke identiteit omarmen en eruit gaan leven. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, Jezus was naar de hemel gegaan om voor onze plaats te bereiden. Maar ook dat hij daar een positie heeft van voorbeden en dat we daar kunnen functioneren. Het laatste punt. In Christus zijn betekent dat we samen verenigd zijn in de zalving van Christus. Handelingen 11 vers 26. Het gebeurde dat de apostelen een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Christenen. Christus betekent zalving. Zitten hier christenen in de zaal? Zijn er christenen thuis? Dat betekent dat de zalving van Christus, die in jou is, zichtbaar wordt. En dat is zo belangrijk. Zo visueel wordt. Als wij zijn geboden in acht nemen, 1 Johannes 3 vers 24. Blijf in hem. En hij in hem, in jou dus. En hieraan weten wij, alweer weten we. Dus niet voelen we of denken we. Maar weten we dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. De Heilige Geest. We danken u, Vader, voor de Heilige Geest. We danken u voor uw dood. Ook wij zijn gestorven. En als ons vlees nog opspeelt, onze ego's nog opspelen, dan willen we het opnieuw aan het kruis laten nagelen. Want we willen dood zijn. Dood voor de zonde. Maar levend met u. U geeft ons identiteit. En dat bid ik voor elke broeder en zuster thuis. Geestelijke identiteit. Door uw opstandingskracht. Want we zijn gestorven en samen met u opgestaan. U geeft ons identiteit. We mogen in uw naam bidden. In uw troonzaal komen. Elke dag opnieuw.
Heer, laat ons niet vergeten om morgen weer opnieuw de dag te beginnen met u. En te vragen, Heer, welke dingen heeft u vandaag voor mij voorbereid? Maandag op mijn werk. Maandag thuis. Of als ik in de winkels ben. Heer, ik ben bereid om gebruikt te worden. Om te leven vanuit uw identiteit. Ik ben geen verliezer. Ik ben een winnaar. Samen met u meer dan overwinnaar. En help ons daaruit te leven. Uit die geestelijke identiteit. Te ontsnappen uit het beeld wat de wereld ons probeert op te dringen dat we zielepietjes zijn. We zijn krachtige mensen in de naam van Jezus. En elke demon en ziektemacht moet wijken in de naam van Jezus. We bidden voor elkaar, voor degenen die ziek zijn. We spreken genezing uit in de naam van de Heer. En we houden niet op te bidden totdat het gebeurt. We bidden voor onze senioren. Heer, laat ze nog groen en fris zijn op hoge leeftijd. Dank u voor de steunpilaren van de gemeente. We bidden voor onze jongeren, onze jonge generatie. Dank u voor de jonge mensen hier, die hier zijn en thuis. We bidden dat de Heilige Geest ze opnieuw zal raken. De Geest van God is zo nodig. De Heilige Geest van God is zo nodig. En dat bidden we over elke man en vrouw. Vul ons opnieuw met uw Heilige Geest. Geef ons opnieuw het besef. Heer, als de gemeente straks uit deze plaats gaat, dat de Heilige Geest met ons meegaat naar onze huizen, op straat, in de winkels. En dat u tot ons wil spreken, openbaring wil geven over die man of over die vrouw. Wij weten niet wat we moeten zeggen. En eerst, wat kunnen we betekenen? Misschien met een kleine handeling, een daad van liefde. We bidden voor de gezondheid van onze senioren. Heer, geef ze kracht en wijsheid. Fijn dat ze hier mogen zijn. Ze goed mogen kijken nog. Dat ze alles nog kunnen zien. Geef ze geestelijke visie. En ik dank u, Heer, dat we met elkaar als gemeente Ruach in Wormerveer onder de Ruach van de Heilige Geest gesteld mogen zijn en blijven. Zodat uw identiteit zichtbaar wordt door elke man en door elke vrouw. In de wonderbare naam van Jezus. Amen.
majesteit, verheven boven het heelal. Spoedig komt een nieuwe tijd, waarin de schepping juichen zal. Ik weet hij leeft. Jezus leeft vandaag en regeert in heerlijkheid. Ik weet hij leeft. Wij zullen hem zien. Heerlijk, ik weet hij leeft. Nou, dat lied kunnen we oneindig door blijven zingen eigenlijk. Hè? Daar zit gewoon geen eind aan. En in de eeuwigheid zullen we dat ook gaan doen, denk ik. Hè? Gewoon oneindig blijven zingen voor onze verlosser en onze redder. Ab, dank je wel voor je mooie woorden die je gesproken hebt. Voor de woorden ook die je doorkreeg en doorgaf aan onze broeder en zusters. Geweldig. En ja, wie aangesproken is, berg die woorden in je hart. God heeft tegen je gesproken, hoe bijzonder is dat? En ga er wat mee doen en ga kijken wat God daarmee wil. Ik denk dat dat zo belangrijk is, hè? Dat je dat niet, dat dat nu gebeurt en dat het weer weg, ja, weer weg, hoe ze wegvliegt of wat dan ook. Maar hou het bij je en denk eraan en onthoud het. Wij zijn een nieuwe schepping, Ab zei het zo mooi. En we hebben een nieuwe identiteit. Nou, in die doopdienst hebben we ook vorige week gehouden. En ik weet dat er meerdere mensen hier ook nog niet gedoopt zijn. En wat is het belangrijk om je te laten dopen? Omdat daar kracht van uitgaat. En ik vind het zo mooi in het Nieuwe Testament zien we zoveel mensen die zich lieten dopen. Ze geloofden en ze lieten zich dopen. Er staat niet, ze geloofden. En ze keken eerst nog een paar maanden even aan wat er moest gebeuren in hun leven en wat er nog moest veranderen. Nee, ze geloofden en ze lieten zich dopen. Het was meteen daarna. Na het geloof komt de doop. En ja, niemand is goed genoeg om zich te laten dopen. Dat geloof ik ook niet. Maar door Jezus Christus heen mag je je gewoon laten dopen en mag je weten dat Jezus dan aan je gaat werken. Dus als je nog niet gedoopt bent, nou, we hopen snel weer een doopdienst te hebben. Geef je op. We hebben wat mededelingen en ik wil beginnen met het offer van vanochtend. Nou, Els heeft het al eventjes genoemd. Het offer is voor de slachtoffers in Limburg. Mensen die soms alles zijn kwijtgeraakt. Ik heb huizen gezien die gewoon wegdreven en het zal je toch maar gebeuren. Hè? Het dak boven je hoofd is toch het belangrijkste wat we nodig hebben en als dat allemaal weg is. En nou, we gaan kijken, we gaan het offer ophalen, we gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Misschien kunnen we een plaatselijke kerk daar helpen, of wat dan ook. Maar het geld gaat in ieder geval naar Limburg toe. En ja, geef ruimschoots. Ja, dat kan. U kan gewoon geld overmaken nog de loop van de week. En als u dan eventjes bij de omschrijving zet voor de overstromingsramp Limburg, dan komt dat helemaal goed. Ja, dus dat is goed. Ja. De bidstond. Aankomende woensdag is de bidstond bij Georgine. En ik heb begrepen dat Aad iets gaat voorbereiden. Ja.
Dus kom allemaal naar Josine toe. Dat er zoveel komen dat ze in de tuin moeten gaan zitten of zo. Ja, dat het huis vol zit. Bij Josine aanstaande woensdag om 8:00. Oké. Nou, we gaan vanmiddag naar het museum toe. En Aad zal er nog iets over zeggen. Ja. De bedoeling is, ik weet niet of iedereen het begrepen had, maar dat hebben we ook op de mail kunnen lezen, dat iedereen een boterham meegenomen had naar de gemeente die mee wil. En de mogelijkheid is voor mensen die er niet op gerekend hebben, er is altijd plaats in een auto om mee te gaan. Dus dan meld mij even bij mij aan, van ik wil graag meerijden, zorgen dat er een plaats voor u is in de auto. En als u er niet op gerekend hebt voor een boterham, is dat ook altijd op te lossen. Maar iedereen is van harte welkom. Ik wil eigenlijk wat vingers zien van degene die meegaan. Ja, Peter komt ook met een lege auto. 1, 2... Ook een lege auto. Oké. Ja. Meer auto's dan mensen. Okay. Nou, in ieder geval voor degene die er nog over nadenken. Er is altijd plaats en het is echt een belevenis om dat te gaan zien. Wat de Heer. We hebben het in de preek mogen horen. Ab heeft het ook verteld hoe mooi mensen zijn. De schepping van God. Het is de kroon op zijn schepping, zoals hij zegt. En het is heel fijn om dat te zien op een gebouw waar 620 posters geplakt zijn. Van allerlei soorten identiteiten van mensen. Het is echt een belevenis om dat mee te maken. Ja, iedereen welkom. En Aad hangt er zelf ook tussen. Hè? Tussen die twee keer zelfs. Met baat en zonder baat. Nou, misschien kunnen we een prijs uitreiken aan de eerste die je twee keer vindt. Hè? Ja. Oké. Goed. Ik heb nog een tekst en die slaat denk ik zowel op de preek als op waar we vanmiddag naartoe gaan, het Museum of Humanity. En dat staat in Handelingen 10, vers 34 tot 36. En daar staat, en Petrus opende zijn mond en zei, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt, hem welgevallig. Naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze Jezus Christus is ieders Heer. Er is geen aanneming des persoons. Al die foto's die daar hangen. Hè? God houdt van iedereen. En God wil ze allemaal trekken. Door zijn liefde. Goed, we gaan het zien vanmiddag. En als u thuis kijkt via de stream, dan bent u ook welkom natuurlijk. Zorg dat u er om 2:00... Nou ja, 1:30, 2:00. 1:00, zorg dat u er 1:30, 2:00 aanwezig bent. En dan kan u ook meekijken en meelopen. We gaan verder naar de challenge. Er zijn weer foto's ingestuurd. En de vraag was nu, wat neem je mee op vakantie? Nou, we gaan het filmpje bekijken. My wings don't sail me to the sky. On my own, these wings won't fly. Jesus told me so. Still I'm not so sure that I know. Wat leuk om te zien wat jullie allemaal meenemen op vakantie. Allemaal hele diverse dingen gezien en daar ben ik heel blij om. Ik hoop dat jullie de volgende opdracht ook leuk gaan vinden. Deze opdracht is namelijk, maak een foto van een erfstuk dat jij in huis hebt staan. Dit kan van alles zijn, dit kan een theelepel zijn die je al jaren in de familie hebt. Of dit kan juist een hele mooie oude bijbel zijn of een mooi bloemstuk of wat dan ook. Denk er goed over na, maak een foto ervan en stuur hem op naar ruachconnect@gmail.com. Vermeld dan in deze e-mail dan wel even van wie jij dit erfstuk hebt gekregen. Dan kunnen we dat in het videootje er even bij zetten.
Veel succes en veel plezier met de volgende video. Oké, nou, maak een foto van een erfstuk. Ik zit te denken, maar ik kom zo niet eventjes iets op. Maar goed, we gaan kijken thuis. Goed, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Iedereen thuis, heel fijn dat u erbij was. Nou, misschien zien we u nog vanmiddag bij het museum op de Hemkade. En we gaan deze dienst afsluiten. En wie kan staan, mag gaan staan. En dan gaan we deze. Dan ga ik u de zegen van de Heer meegeven. Heer Jezus, dank u wel. Heer, dat we zo deze ochtend bij elkaar mochten zijn, Heer. Heer, dat we elkaar weer mochten ontmoeten. Heer, dank u wel voor de mensen die via de stream meekeken. Heer, wilt u ze ook zo aanraken? Wilt u ze een dubbel deel geven, Heer? Heer, dat ze uw aanwezigheid in hun woning of de plek waar ze zijn zo mogen ervaren, Heer. Heer, dat ze de liefde van u mogen ervaren. U bent bij ze. Dank u wel daarvoor. U bent bij alle zieken. U wilt ze aanraken. U wilt ze doorstromen met uw genezing. U wilt ze doorstromen met uw Heilige Geest. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u daar zijn, Heer, bij de mensen die ziek zijn, die u zo nodig hebben? Raak ze aan, Heer. In Jezus' naam vragen we dat. Mensen die bevrijding nodig hebben. Heer, raak ze aan op dit moment en zet ze vrij. Heer, van misschien demonen waar ze last van hebben. Heer, zet ze vrij. Bevrijd ze daarvan. Dank u wel, Heer, dat u onze bevrijder bent. Heer, u bent zoveel voor ons. Heer, ik prijs u, ik loof u, ik dank u. Ik dank u voor deze plek hier in Wormerveer, waar we als gemeente Ruach bij elkaar mogen zijn. Waar we diensten mogen hebben. Heer, maar ja, waaruit we ook mogen gaan naar de buurt toe. En dan bidden we dat er zoveel mensen tot geloof nog zullen komen. Hier in Wormerveer, hier in de Zaanstreek. Heren, wilt u maar gaan werken? Wilt u door ons heen werken, Heer? Heer, dat we uw gereedschap mogen zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, die mensen die op vakantie zijn. Wilt u ze een fijne tijd geven. Dat ze tot rust mogen komen. Dat ze mooi weer mogen hebben. Ik zou aan zeggen dat ze niet in Limburg zijn. Maar als ze in Limburg zijn, dan bent u ook bij ze, Heer. En dan kunnen ze daar misschien ook van u over u hebben. En de mensen moeten in praten. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, en zo willen we deze nieuwe week niet ingaan zonder uw zegen. Zo is de liefde van God de Vader. En de genade van zijn Zoon, Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gegaan. Die ons het eeuwige leven geeft. En de blijdschap, de inwoning, de kracht, de sterkte, de vreugde van de Heilige Geest bij jullie. Totdat Jezus komt. En Maranatha, Jezus komt spoedig. Amen. Amen.